Dag allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Een Plaat Voordat Je Slapen Gaat. De kleurplaatseizoen. Ja, plaatjes met een kleur. En in dit geval een koud plaatje. Het is koud buiten, ik heb me de muts opgezet. Maar ja, wat is nog meer koud? IJs koud, blauw is koud. Nou, en ik heb hier toevallig ijskoud blauw. Je kunt er ook zelfs doorheen kijken. Van de Delvin Lamar Organ Trio. Die ga ik even op de platenspeler leggen. Nou, wie zijn de Delvin Lamar Organ Trio? Nou, dat zijn deze gasten. Ik pak de plaat erbij, kun je kijken. Dat zijn deze drie. En die hebben onlangs een derde album uitgebracht. Dat heet Cold as Ice. Hier met allemaal ijspegels erop. En dat hebben ze, die titel hebben ze niet zomaar verzonnen. Dus hun derde album is ook hun derde drummer die ze gebruiken. Nou, die drummer heeft Wise als achternaam en daarom is het ook Cold as Wise genoemd. Het is een instrumentale groep die in dit geval een A-kant en een B-kant heeft. A-kant is een beetje fun, een beetje met inside jokes. De B-kant wordt wat serieuzer en daar staan we toch een dijk van een nummer op. In dit geval, This is Who I Is. En ik dacht, die ga ik lekker draaien. Dus ik zou zeggen, veel plezier met de Delvin Lamar Organ Trio. This is Who I Is.
is toch, daar krijg je het gewoon warm van. Oeh, even die kleppen omhoog. Kunnen de oren afkoelen. Nou, het grappige aan deze plaat en dit nummertje is, hij doet me denken aan een of andere oldschool game van zo'n spelcomputer. Ik weet niet welke, maar hij heeft echt zo'n sound van vroeger. Nou ja, moet jullie maar eens uitzoeken welke dat dan is geweest. Reageer maar in een of andere comments of op berichtje sturen. Maakt niet uit. Rest me nog maar één ding te zeggen. Keep safe. Keep healthy. Welterusten.